staat op het programma tussen Bebroedering Maasmechelen en Patro Maasmechelen. Veel volk en veel sfeer zaterdagavond in het gemeentelijk sportstadion van Maasmechelen, waar vanaf dit seizoen ook Verbroedering zijn thuismatje speelt. Ik vind het wel oké. Het is het sportstadion van Maasmechelen hier in van Patro. En nu ze toch in dezelfde reeks spelen, vind ik dat Verbroedering evenveel rijk heeft om hier te komen spelen als Patro. Maar liefst 2400 supporters kwamen opdagen voor de derby tussen Verbroedering en Patro. Veel volk voor vierde klasse en reden genoeg om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Ik denk dat het vuurwerk gaat geven, denk ik. Onderling, want je hoort nu al buiten. En ze zijn nu al lawaai aan het maken. En een vuurwerk, een paas en alle kleuren van de regenboog zijn ze naar boven schieten. Van Malen. Niet alleen vuurwerk naast het veld, maar ook op het veld wordt er meteen stevig ingevlogen. De wedstrijd blijft wat sportief en het is Patro dat voor het meeste gevaar zorgt. Hier komt Tieners een voorzet tegen de lat. Verder gebeurt er weinig in de eerste helft, die eindigt op 0-0. In de tweede helft is het Verbroedering dat de eerste kans krijgt, maar Goossens krijgt de bal niet voorbij Jelle Evers. Patro begint beter te voetballen en een kwartier na rust wordt het overwicht verzilverd. Benny Knevels is alert en hij prikt een 0-1 tegen de netten. 8 minuten later is het weer Knevels die door mag gaan en in twee tijden de 0-2 binnenschuift. Over en uit voor Verbroedering, maar het wordt nog erger. 20 minuten voor tijd pareert keeper Elpidio het schot van El Idrisi, maar de goed gevolgde ronde zet de 0-3 eindstand op het bord. Een verdiende overwinning voor Patro, dat zich voortaan de ploeg van stad kan noemen. Ja, ik denk, die zijn in de wolken nu. Ze hebben ze weken natuurleefd. En ja, nu winnen we en dat is, dat is natuurlijk een boost. Ja, Patro dus sterker dan Verbroedering. Begrijp het feit dat jij hier zit, dat betekent onder meer dat je niet in de Vuelta zit. Hè. Maar dat